Welkom terug bij Spider-Man. En we gaan vandaag weer verder met onze Let's Play. Mocht je er zin in hebben, drop alvast een likeie. En dan gaan wij het komende uur weer aan de slag. En ik zit hier nog met mijn camera. Ik denk, wat zie ik nou raar? Juist, wat moesten we nou doen? Ik heb bericht. If this is about the rent. Mr. Parker, this call serves as your third and final warning. Eviction proceedings. Wait, I get paid at the end of the week. I can... Ugh. Dude, ik heb het de laatste over gehad. Wij moeten gewoon zorgen dat we betaald worden door de politie. I mean, we zijn zoveel voor hun aan het doen. Ze kunnen op zijn minst gewoon een klein bedrag opzij zetten voor ons. En nou, dat ik eraan denk, waar is onze woning? Ik kan me niet herinneren dat wij nog terug zijn geweest bij de woning. Alleen maar bij Octo, dat laboratorium. Hi, Mr. Li. Hey, Peter. We're all set for the party whenever you're ready. Cool. I'm on my way. Ik kom eraan. Ik ga heel even dit ding activeren en dan gaan we naar... Nou, wat was het ook weer? FEAST Center? What the fuck doe jij hier? Wat doen jullie? Jongens? Niet tijdens werktijden, hè? What the fuck? Wat was dat nou weer? Alright, even snel dit ding fixen. Hoe moeilijk kan het zijn? Dan krijgen we in ieder geval weer meer te zien van de map. En er staat ook een fotoding naast ons. Ik weet niet waar dat goed voor is, die dingen fotograferen. Volgens mij is het puur gewoon collectible. Kan op zich wel ergens goed voor zijn. Die letterlijk naast mij. Wat moet ik hier fotograferen? Oh, dat gebouw. Kan ik dat van boven doen, denk je gewoon? Dan, zo, wacht. Hoe maak ik een foto? Oh. Subject of center. Zo? Is dit hem? Dit werkt in ieder geval. Ik moet naar beneden. Waarschijnlijk moet ik er gewoon voor staan. Excuse me, pardon me. Sorry jongens, ik moet een fotootje maken. Tada! Wat krijgen wij hiervoor? Alleen XP. Alright. Nou, we gaan weer verder. We zijn uitgenodigd voor een feestje. We mogen niet te laat komen. Yeah. Ja, dit was bij dat feest nog wat een center. Ik weet dat daar die tante werkt. Ja, het zal wel. Ik ga naar mijn feestje toe. Come on. Ik kan niet overal tegelijkertijd zijn. Ik weet nog steeds niet hoe ik die stunts doe. Er is een knop en ik kan het niet tegen dat ik niet weet wat een knop is. Rijd letterlijk onder mij. Oké. Fuck. Dit kan ik niet laten. Hij rijdt letterlijk onder mij door. Hoe kan ik erop springen? Ik weet dat het kan. Maar... Ah, shit. Ik dacht dat ik op die auto kon duiken van de politie. Oké. Oh! Stop, politie! Kijk. Kunnen we niet het beste worden als eerste de chauffeur eruit krijgen? Ik gooi me gewoon letterlijk uit de auto. En weet je wat? Dit stelt niks voor. Stop the car without taking damage. Come on, zeg. Mazzel. Oh, hier is nog een tas. Waar is die tas? Voor een piepen. Kan niet ver weg zijn. Waar is dat ding? In de bosjes? Ik hoor een piep, maar ik zie hem niet. Ben ik blind? Oh, hij hangt aan de muur. Kijk. Oscorp Visitor Pass. Amazing. Kijk, er is hier weer iets gaande. Ik ga hier niet stoppen. Ja, die auto's, dat kun je best wel snel doen. Stelt niet zoveel voor. Maar anders kan ik overal verstoppen. We zijn op onze bestemming. Now, where did I put my bag? Oh, kan ik omkleden? We've got reports of a break-in. We got reports of a break-in. That's all best. Kijk, ik sta er weer netjes op, hoor. Mr. Lee's probably in the kitchen getting ready for the party. Welcome to Feast. Waar staat Feast voor? Wat is die afkorting? Oh, het staat, het staat er letterlijk boven. Food Emergency Aid Shelter Training. Ah. Het ziet er nog best wel cozy uit. Ik kan naar tv kijken. Wat is er op tv? Kingpin of New York behind bars. Haha, dat heb ik gedaan, ja. Hey, Peter. What's up? Happy. We moesten naar de keuken. Klopt dat? What's up? Dit is toch best wel een groot pand. Wacht, misschien boven zijn? Ik heb niet echt geluisterd waar we heen moesten. Volgens mij is dat letterlijk net verteld. Maar ik let nooit op. Recover time objective. Wacht, kan ik het zo doen dat ik weet waar ik heen moet? Ik moet daar... Dude, daar liep ik langs! Do you need justice? Oeh, die spaghetti ziet er best wel lekker uit. Ik zeg je eerlijk, ik ben niet zoveel spaghetti. Die zag er lekker uit. Maar moet die beneden zijn volgens mij? Ja, ik liep daar langs. Ja. Ben ik dom? Oh, dat... Ja. What's up? Hallo? Hey, Martin. Wat is zijn naam ook weer? You were right on time. Martin Li. Just keep her distracted while we get everything ready. You got it. Martin. Ik was op zoek naar haar. Peter, what a nice surprise. Need some help? Yeah, sure. Oh, there are some heavy boxes. No. I mean, not yet. I mean, I came to, what? I just wanted to talk. Okay. Okay. Come on. Peter, are you in trouble? Do you need money? No. I mean, I'm a little behind on my rent, but no. I'm fine. Girl problems again, huh? What? No, that's crazy. I still wish you and MJ could work things out. She's a great girl. She is, but... The two of you would make some beautiful... Peter. What is it? Ja, ik volg hem ook niet helemaal. What the hell is gaande? What's up? These past few years, you helping me through college and working here... Sacrificing so much and asking for nothing. I just wish there were more people like you in the world. Aww. He's right. 5 years ago, you walked in here and told me you were inspired. Oh, ze mocht dat niet zien. Now it's you who inspires me. Thank you, May, for everything. Aww. Here's to many more years of service. Ik volg dat niet. Wat de hel is er gaande? Dat is trouwens een flinke cake. Holy moly. God damn, man. Thanks again for setting all this up. Oh, I just wish I could do more. Well, May's always told me if you help someone, you help everyone. Maybe we should send May to City Hall to have a word with the mayor. Mijn controle trilt. Oh, I gotta run. Thanks again for the party and everything. It really means a lot. Alright. Dat was even een korte duur. Ik heb mijn cake nog niet op. Yuri. Should check it outside. Yuri. Oké. Hey Pete, good to see you. What's up? Kijk me aan. Oh, wat kan ik kan niet zeggen. Hallo? Oh, hier. Hey guys, how's the game going? How's it look like it's going? I'm winning. I'm winning. Check for dementia, Pete. I'm crushing him. Well, the important thing is having fun. I have a lot of fun whooping his ass. In your dreams, crazy lady. In your dreams, crazy lady. We play for peanuts. No. Too rich for my blood. I'll leave you to it. Ja, ik kon nog steeds ooit leren schaken. Ik heb het nooit geleerd, dus ik heb geen idee hoe het werkt. Maar ja, one day. We gaan eens even kijken wat Yuri te zeggen heeft. I like your voicemail. Ah, there we go. Yuri. Hey, silent alarm at the auction house holding Fisk's estate sale just tripped. Could you check it out? Quietly? I don't want to make a scene if it's nothing. Fisk estate sale. Sounds fun. Wonder what the Kingpin had hidden in his closets. Ja, weet je wat het ding is? I don't want to make a scene, zegt ze. Maar dat is toch gewoon letterlijk haar werk. Er gaat een alarm af, dus dan stuur je daar mensen naartoe. I mean, hallo? Is dat niet letterlijk haar job? Ik ben letterlijk alles aan het doen voor hun. Like, come on man. En ik word niet eens betaald. Ik vind dit niet kunnen. Er wordt echt gewoon misbruik gemaakt van mijn goedheid. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. En volgens mij moeten we zo meteen ook even kijken bij die upgrades. Want ik heb volgens mij mijn skills niet meer geüpgrade de laatste keer. En er was iets wat ik nog wilde upgraden. Waarbij mijn webshooter sneller oplaadt. Don't apologize. I just wanted to tell you how much what you said meant to me. I always wonder if I'm doing right by you. Well, stop wondering. After losing my parents and Uncle Ben, there are so many times I would have fallen apart if not for you. Well, that works both ways, Peter. Aww. I just wanted to make sure you knew that. May I? So cute. I don't know what to say. Oh, I think Mr. Li needs my help. I should go. Ik zeg je eerlijk, die Aunt May is echt super likable. Is echt super likable. Alright, we zijn waar we moesten zijn. En wie of wat gaan wij hier vinden? Ik heb zo'n vermoeden. Ik zal niks zeggen. Oh. I am losing patience. Where is the file? There's someone else here. They must have taken it. Those masks. Who are these guys? There's no one here but us. We will find the file, or you will die. This is bad. They'll kill her if I alert them. Need to pick them off silently. Okay. Yeah, bet your thing is. Yuri, the silent alarm was legit. Masked gunmen and a single hostage. Looks like a heist in progress. Copy that. Sending units your way. Keep the situation from getting worse in the meantime. Can do. Ik moet de sneaky uitschakelen. Maar wat ik wilde zeggen is, ik moet eigenlijk gewoon een zwart pak hebben. Dit maakt veel te veel... Niet lawaai. Dit valt te veel op. Een felrood pakkie. En omlaag. Nee. Don't want to alert the others. Wait. Waarom zou ik dit op de grond willen schieten? Oh. Ik kan niet herinneren dat ik dit ooit zo heb gebruikt. Ik zie zoveel dingen nou. Want ik helemaal niet wist dat het een optie was in de games. They always look so cozy whipped up like that. Woep. Op zich is het ook gewoon logisch dat ik met die dingen hun kan afleiden. Want het maakt lawaai. Deze is easy. Woep. Weet je wat het mooiste is? Stel dat de politie ze dadelijk ophalen, maar niet weet dat iemand hier in het rooster zit. Dus die zit hier gewoon vast. Je wordt nooit bevrijd. Waar moet ik nou heen? Hier kom ik vandaan. Ben ik blind? Ik moet hier gewoon naar beneden, of niet? Oh, careful. Kan ik een sneak attack doen? Ja. Ik moet wel... You stay quiet now. Is het niet slimmer om hem ergens aan het plafond te plakken, dat in ieder geval niet opvalt? Someone's coming. Ja, je kan me niet vertellen dat hij dat niet... Dat is niet wat ik wilde doen. Gelukkig dat die deur dicht ging. Maar het is waarschijnlijk het slimste om iedereen juist aan het plafond te plakken. Dan valt het niet op. Someone else is here. I swear. I swear! If they're here, where are they? Kan ik dit sneaky doen? Twee man tegelijkertijd? Oh, ze zien me nog niet. Oké. Dan moet ik ze eigenlijk uit elkaar lokken. Kan ik daarop schieten? Op dat object? Oh! En dan draait hij om en dan... Juist hem! Juist hem! En dan... hapzee! Perfecto! Hey, what is that? Ja, wat is dit? Fotocamera. MJ. Don't move. Uh-oh. Buddy, if I had a nickel for every don't move. Ow! There she is. Hey, Pete. MJ? Michael Jackson. What are you doing here? Same as you. Working. At least, I was. Oh, I think this is yours. Yeah, thanks. So Robbie's got you covering a break-in for the Bugle? No. Robbie doesn't technically know I'm here. And it wasn't a break-in until a few minutes ago. Uh-huh. Let me explain. Hoe kom jij hier binnen? Als er geen break-in is? Of ze was gewoon nooit weggegaan. Moet wel zeggen, she is cute though. Excuse me. She is cute. Mary Jane Watson, I am covering the Fisk estate sale. Hello. Hello. Craig said we'd do this tomorrow. I like to get a jump on things. Well, I don't. We'll have to come back tomorrow. Ik wil gewoon naar huis. Okay. I'm sorry. Ze wil gewoon naar huis. Ik weet, ja, het is mooi geweest. Hey, Craig? No, sorry. It looks like we're gonna have to run something else on the cover. I don't know. Oh. Maybe the expressionist piece? You know what? I think I can make today work. Are you sure? You're here. No moment like the present. Thank you. Craig? Never mind. We're good. LOL. Let's get started. Zij is wel echt een fivehead. Look around and familiarize yourself with the items. I'll be waiting by the Baku statue when you're ready to begin. Can do. Ik vind het zulke vette shit, hè. Is echt super gaaf. Waar zijn we nou op zoek? I don't know. Ik geloof niet deze katana's. Wel nice. Fisk cut Peter open like a pork sausage with this the first time they fought. Pete got away, collapsed in my yard half dead, and I had to steal my dad's car to drive him to the ER. What? The first of many Nurse MJ moments. Too many. So many. I remember Sengoku, period, samurai. Like this. He bought the local harbor to cover his tracks and laid off the old staff, including my dad. Wish Dad was here now to see how the tables have turned. Een bootje. Ik kan alles wel gaan checken. Je snapt natuurlijk wel dat ik daar niet ga doen. En sigaren? Dat zijn sigaren. Lol. Hand-rolled cigars. Weren't they just in the news? Epic. Ja, ik kan alles wel checken. Maar tijd is geld, boys. Tijd is geld. Sounds good. Don't touch the art. Starting with the prize, a one-of-a-kind Kakemono-baku. Oh, beautiful. It's a Mifune? Correct. Mr. Fisk has exceptional taste. Mooi frame. Is prima. Did you know him well before his arrest? In a professional context. I handled many of his sales. Let's move on, please. Let's move on, please. Waar ben ik nou op zoek? Want... Ik heb het idee dat me dit helemaal niet interesseert wat ik nou aan het doen ben. Ik ben voor iets anders hier. Maar wat? Now this exquisite piece exemplifies the traditional tarashikomi puddled ink effect. Beautiful. The two Neo are so imposing. I can see why Fisk liked this piece. Definitely his style. He loved the duality. Destruction screams, but creation toils in silence. Was there ever anything irregular in any of the sales you handled for him? No. No, of course not. Not that I was aware of. Sassy. Sassy Baka. What are you? Notice the intricate gold inlay on this ceremonial tea set. It's just a friend in the DA. Fisk used art sales to launder stolen goods. I'm sure I wouldn't know anything about that. Oh, I know. I was just wondering, now that he's arrested, if you had ever noticed anything strange. You know what? I'm actually running short of time. Why don't we grab the cover photo while we can? Yes. When I told my DA friend I was doing a piece on you, he mentioned your name was familiar. Just the photo, please. Stand right there. Okay? Are you sure there's nothing you'd like to say, maybe off the record, regarding Fisk's activities? I don't think your readers would have any interest in... Damn it. Wait here, please. Was dat niet gelogen? We zijn dus niet ingebroken. Of zij, beter gezegd. Wait. I recognize that statue. Ooh. I've gotta get a photo. That got it. Craig, that is nice. I'll call you back. Oh, ik mag niet. My dear, I think it's time for you to go. Oh, could I use the restroom real quick? Fine. Follow me. Thank you. This is a really lovely space. It is. Ik zou waarschijnlijk wat directer zijn. Ik zou gewoon zeggen, dat kan je thuis ook. We gaan sluiten. Be quick. Of course. Of course. Gewoon deze kant op. Kijk even snel naar het toilet. Ik heb zo'n vermoeden dat we daar ook die kamer in gaan sneaken. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Hello, Craig. Funny you should call. Because the reporter you sent is clearly not working the puff piece we agreed upon. No, wait. She's here now. I've got to get into that back room. If that statue is what I think it is, this just turned into a huge story. What do you mean he had to reschedule? Okay, when people are suspicious, a blah blah will appear. Okay. Quiet. If she's not your reporter, who is she, Craig? Je hebt omdraaien. Oh my god. Oh my god. No, I do not trust you to fix this. Ik weet niet. Well, the first thing I'm going to do is have Miss Investigative Journalist arrested. Ik had verwacht dat ze dat kon zien. And the second thing I'm going to do is collect your head. Oh shit. She's pissed. It is most definitely a threat. Woo! Ik kan sowieso die deur niet openen, dat maakt te veel lawaai. Zal ze weglopen? Ga ik het gewoon proberen? Sure, Craig. Oeh. Sst. Niemand die hoort dat. Fisk used it to hide evidence. Dit ding is creepy. Why didn't the cops take it? I know this statue opens. But how? Ik kan zeggen, hoe opent dat ding? Moet ik die arm omlaag doen? Is dat het? I wonder if there are any clues in here. Oh, wel, letterlijk daar. Daar is letterlijk die arm omlaag. Zie je dat? Neo behind them. But it looks different. Het is de arm. Ik kan nog steeds niks doen. Oeh, fancy stuff. Oh, hier hebben we nog meer hints. Examine. Hier is de arm wel omhoog. The statue can move. Most common pose is latent power. Mouth closed, left arm down, right palm facing forward. Weet je wat, $60.000 voor zo'n beeld is best wel cheap, right? I mean, het is een hoop geld. Maar het is een authentiek 15th century beeld. Dat is best wel epic. Oké, wat was het nou? Maybe these pieces move. Wacht, hoe move ik ze? Je kon die mond bewegen, je kan die arm bewegen. Maar er zijn twee verschillende houdingen. Welke van de twee houdingen moet ik hebben? Want je had dan die houding op dat schilderij daar rechts. Oh, wacht. Welke kant staat er gezicht op? Dat is die arm omlaag, gezicht naar rechts, mond dicht. The catalog mentioned two poses. Mouth closed, left arm down. Right palm facing forward. Zo? Nee, dat is een beetje raar. Nice. Ah! I did it! So close. Wait. But a piece is missing. Ah! Dit ding moet in zijn arm of in zijn hand. I've seen these before. Big brain. Dat moet hij hebben. Kijk eens aan. Hebben we snel opgelost? That's not right. Oh. I'm dumb. Are you kidding me? Ah, hier hebben we nog een clue. Maar dan had hij al in zijn hand. Maar dat is een andere... Dat is toch een andere houding. Dat is wel letterlijk dat ding wat ik net had. Is die hand omlaag? Misschien was dan die pose toch niet correct. Of het is dat ding. Dat kleine ding daar rechts. I mean, ik kan het proberen. Het leek dat andere ding. Maar we zien het wel. Anders dan proberen we ze gewoon allemaal. Oh. Dude, dat ding leek echt veel groter in die afbeelding. Norman Osborn. What is this? Ooh. Devil's Breath. What is Devil's... Oh, hi. Oh. What the... Excuse me, sir. You can't be... Get the fuck out. Not good. Oh. Er komen er 4 mannen binnen met wapens. Excuse me, sir. Come on, zeg. Je gaat rennen en je klapt op het alarm. We gotta move! En dat is dus wat er vooraf ging. Hi. I was on my way to the exit when I saw you. You're lucky to be alive. Says the guy I saved 5 minutes ago. Listen, whoever these masked guys are, they're after this vial. But I'll never get it out of here while the place is swarming with them. Right. Okay, you hide back there. I take out the bad guys. You make a break when it's clear. Sounds like a plan. Alright! We mogen weer gaan... Good to see you, Pete. Yeah, you too. Gaan klauteren. Not exactly how I pictured us meeting again, though. Funny. It's exactly how I pictured it. Heeft ze die camera meegenomen? Did she change her perfume? Focus, Pete, focus. Focus. Yes. All right. Weet je wat ik me afvraag? Als ik een andere outfit heb, zie dat dan in die cutscenes? Ik hoop het wel. Ik moet in ieder geval even iedereen rustig uitschakelen. Hangen gewoon iedereen op. Tada. Okay, Pete. I'm hidden near the front. Give the word and I'll make a break for it. Will do. How about that file? What's in it that these guys want so bad? Notes on something called Devil's Breath. Ik weet niet of dit slim is. Er staat iemand rechts, zie je dat? Er staat letterlijk iemand rechts. Not clear what Devil's Breath is, but it seemed to scare Fisk. He compares it to Pandora's box. Not much shook Fisk. We need to get you in that file. Oh. Come on. Dat is waarschijnlijk beter. We moeten dit sneaky proberen. Hoe kom ik aan de andere kant hier? Kan ik ergens via een luik? Daar kwamen we vandaan. Oh, er loopt er nog eentje. Hey. Sa? Ik weet nou niet precies waar ze is. Ze was bij de uitgang of iets, zei ze. Maar ja, waar is dat? I don't know. Hier heb ik nou iedereen uitgeschakeld. Dan gaan we eens even zo verder. Zit volgens mij iemand hier rechts. Kan ik gewoon gelijk met de bek slaan? Oh. Dat was misschien niet... Dat was... Waarschijnlijk niet verstandig. Dat maakt waarschijnlijk best wel veel lawaai. Dude, dat glas. Oké. Ik had gehoopt dat ik... Waarschijnlijk kon ik gewoon sneaken trouwens. Er is een sneaker tag. Dus vergeet dat dat een optie was. We hebben er hier nou 2. Die moet ik wederom weer uit elkaar zien te lokken. Kom maar weer gewoon op die andere manier zo. Kan die andere dat zien? Zal ik eerst die andere uitschakelen? Ja. Yeah. Oké. En dan... Ja! Nice. Oh. Als niet, dan waren ze niet allemaal. We hebben er eentje over het hoofd gezien. Ah! Dit is niet netjes, hè? Achter op het hoofd slaan. Well, hello there! It's me! Hide! Daar zat niet bijzonder... Ah! Daar zat niet bijzonder veel in, dat mappie wat hij meenam. Hapsee. Dat is Devil's Breath. Zo'n vermoeden heb ik. We hebben er nog over gelezen. Oh, hier. Kom maar. Oh! I mean, I've fought specters, but, you know, Technically, specters aren't ghosts. Oh, neem me camera! Specters, but not all specters are ghosts. You know what I mean? Mid-fight. Boys, even lachen voor de camera. Ah! Holy shit! Dude, ik doe het weer! Oh my god! Oké, ik ga dood. Ik ga letterlijk dood nou. Dude! Yeah! Ik wil gewoon rennen. Maar ik kan niet tot rennen komen. Iedere keer als ik stilstand ga rennen, dan slaan ze mij. Dus ik moet continu blijven dodgen. Oké. Come on, man. Ik vind het zo lullig als ik afga. Maar ja, ik kan er niks aan doen, boys. I suck. Oh. Nou gaat het beter. Nou gaat het beter. Doe ik het weer! Ik vind het ook raar dat die bommen van... Oh shit! Dat die bommen van hun niet veel doen. Maar eerst maar even uitschakelen met zijn gun. Dude, are you kidding me? Ja, dat bedoel ik. Ik kan gewoon niet wegkomen. Ik moet ook healen. Oh, ik kan healen. Nice. Oké. Ik ga niet meer af. Ik beloof het jullie. In ieder geval niet in deze fight. Oké, ik ga lelijk af. Fuck! Ah! Hoe is hij niet af? Oh, oh. De laatste. Yes! Oh. Ik ben nog niet dood. Haha. Lelijk met 1 HP. Ongelooflijk. Ah, nee! Wat een uitslover. Oh, ik heb weer 100. Nice. Kijk hem hangen. Oké. Ik was vergeten dat ik dat unlock, die attack. Die attack is heerlijk, jongen. En nou doet hij het niet. Dan doen we dit. Oh. Oké. Hoe doe ik het eigenlijk? Werkt het alleen als mensen... Eerst door die web shit. Ah! Kijk, dan moet het nou werken. Klopt dat? Ja, oké. Dan weet ik tenminste hoe het zit. Nou, no, blijf hier. Ah! Nice. En die attack moet ik ook meer gaan gebruiken. Dus ik moet eerst iemand met die web shooter helemaal onderschieten. Klinkt raar. Ik wou iets anders zeggen. Maar daarna kan ik ze dus yeeten. Looks antique. I think I know someone who could help track down where this came from. Ooga booga masker. A job for later. I just talked to Craig. You are not the reporter he was sending. You don't even work for Heritage Arts. Never said I did. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. You will not write a word of what you saw. For the record, what do you know about the file those masked men stole? That... I don't... What about the long history of stolen goods Fisk has laundered at this auction house? Your editor will be hearing from our attorney. Dat was je moet uitzoomen. Mix. Like the last 6 months never happened. What the fuck? Waar komt die doos vandaan? Alright. Ik had het idee dat zij die vals uit dat mapje had gehaald. Maar blijkbaar niet. Zonde. Sinds when did Mix become Italian? No idea, but I'm still glad he makes these fries. Totally. Best in the city. So, how's the grind at the Bugle? Well, I just got an all-caps text from Robbie about my so-called antics tonight. So it looks like I'll be meeting with a legal team. Again. As soon as he reads the article you're gonna write, guaranteed promotion. Promotion! So, creepy mask guys. What's your take? Just another night in the city. What's your take? I feel like there's a bigger story there. Let's not make this all about business. How's it going with you? Did you get that promotion? No, but we're on the cusp of something really big. You know Oscorp would hire you in a heartbeat, right? One phone call to Harry. Sure, but Dr. Octavius's work will help millions. I'm right where I want to be, right where I should be. Almost sounds like it's more important than your other job. I've never heard you talk like that before. A lot can change in 6 months. Ja, wat is er in die 6 maanden gebeurd? Come on. Why did you ask me here, Pete? Ik wil weten wat er is gebeurd. You know, just dinner between friends. Friends? Is that what we are? Well, maybe we could be. You know, yeah. If that's what you wanted. There's a lot of baggage here. You're sure, but is that so bad? I mean, baggage can carry good things too, like money and keys, and raspberry lip balm. Do you remember why we broke up? No. This is a trick question, isn't it? I gotta go. Saved by the siren. Talk to you later. Go. Dude, maak op zijn missie zin af. Cliffhanger. Damn you. Love seeing you two together again. Oh, wow. You always were my favorites. Dat is nice gedaan. Leuke reference. Of reference, whatever je het wil noemen. Oké, ben ik nou onderweg naar... Yes. Nou, wat gaan is. Ik heb geen idee wat gaan is, maar iets. Wait. Nee! Dat ding is weg! Hey, it's me. What's with the units heading down third? Oh, well. Looks like our old friend Herman Schultz is at it again. Extra HP. Didn't he just get paroled? Skill points. Yeah, well, guess it didn't take. No worries. Herman's just a big cupcake. I'll have him back in Rikers by bedtime. Ik had al verwacht dat ik politieauto's zou zien rijden, maar ik zie niks. Just had dinner with my ex after saving her from masked criminals. And now I'm gonna go beat up a maniac who uses shockwaves to rob people. What a perfectly normal life you have, Peter Parker. Peter Parker? Ik kijk even naar die punten besteden. Voor upgrades. Ik twijfel of ik dat voor deze missie wil doen. Of daarna. Het is best wel ver weg. Dus we kunnen op zich van tevoren even hier een pitstop maken. Oh! Peter, I just want to make sure you haven't left any equipment you built for your friend around the lab. It's no bother to me, but if the grant committee stops by again. Don't worry, Doc. I make a point not to leave anything there. But I know my friend appreciates you looking out for him. There's a lot of people who don't like him very much. That buffoon Jameson and his audience of sheep, please. Hey, you can meet great things in this world are those just an andere like him stand in their way. People like us. It's an andere. You said a mouthful, Doc. Take care. Yeah. Dit is misschien meer zo'n als die andere rode dingen. Oké, we gaan heel eventjes kijken wat we kunnen upgraden. We hebben dus weer andere suits, waaronder een gele. Die punten die we nodig hadden voor die skills waren anders, right? Dit zijn skill points en dit zijn dan die... even kijken. Die landmark tokens, backpack tokens. Alright. Wat is handig? Reduces incoming melee damage. Kunnen wij niet unlocken. Dan moeten we nog eens een crime dingetje doen. Long range scanner. Op zich is dat waarschijnlijk hetgene wat ik het minste zal gebruiken. Want dat gebruik ik nou al niet. Increases experience. Dit is misschien wel de beste. Want uiteindelijk heb je die experience nodig om te levelen. Dan moeten we nog 1 crime dingetje voor doen. Discharge power cell. Perfect dodges temporarily increase damage. Enemies take longer to detect you in stealth. Kan ook wel handig zijn. En reduces incoming bullet damage. Die bullet damage... En die experience zijn waarschijnlijk de belangrijkste dingen voor nu. Maar ik kan die beide niet unlocken. Ja, dan wacht ik daar even mee. En dan heb je nog skills. Hoeveel punten? We hebben 2 punten. Hier wilde ik nog iets unlocken. Ik weet niet meer wat het was. Oh ja, dit was dat. Eerst even die perfect dodge. Kijk. Ah, dit is met al die tricks. Air tricks. Ik had het daar nog over. Dus 3 keer rondje inhouden? Wat raar. En dan kan je allemaal tricks doen en krijg je extra experience. Op zich is dat wel grappig. Wel leuk om een beetje rond te slingeren en trucjes te doen en zo. Goed idee. Oké, wij gaan weer rustig verder, denk ik. Wil ik wel gelijk even testen eigenlijk. Report a drug deal. We zijn bezig. We zijn onderweg naar iets anders. Nou kan ik als het goed is... tricks doen inderdaad. Kan ik niet wat andere gekke dingen doen? Ik heb eigenlijk maar 2 tricks. Het zal op zich wel goed zijn voor die experience. Het is waarschijnlijk het beste om in het begin in te investeren. Dat je gewoon zo snel mogelijk experience fixt. We gaan hierna gaan we dus even wat van die crime dingetjes doen. Volgens mij had ik voor beide upgrades had ik in ieder geval van die crime tokens nodig, dacht ik. Ik hoor wel allemaal meldingen telkens, maar... whatever. We zijn op onze bestemming. Oh, hallo. Hi, Herman. Ik kan me deze guy niet herinneren. Ik zeg je eerlijk. What the hell? Raar. You're never gonna catch me! Wow. Oh my god. Hoe is hij zo snel? Hij is oprecht super snel. Hij sloopt de hele boel. Adam! But this could be so much more rewarding if we connected on an emotional level. What was zijn naam? Herman? Oh, got you now. Now let's talk. Shocker. What a shock. Honestly, Herman, why are you robbing again? Herman. You know the police are watching Herman. Every move. I mean, we all know you're kind of dumb, but hey, the police bro. You were this dumb. Oh, kind of looking long. You must be desperate, which means you're not just stealing for yourself. Ah. You must be working with someone, or for someone. You can tell me who it is now, or make me punch it out of you later. Your choice. Nou, waar gaat het worden? Kan elk moment kan ik hem pakken. Ik zit er zo kort. Ah! Move, move, move. Holy shit. Ik zat er zo kort achter, man. Houd me kalm. Maar man. 3, 2, ah! Het is lastig om te zien wanneer die schiet. Waarom heb ik niet van die spy dingen? Die senses. Normaal gezien krijg je dat als erop geschoten wordt. Nou niet. Hoe moet ik zien wanneer... oh, dat zie ik wel. Of in ieder geval, het gebeurt al. Ik zie het. Ik moet beter opletten. Dat was nu. Oh boy. Yeah! Laat maar raden. Hij zal nog 1 keer ontsnappen. Of niet. Oh. Helemaal. You know what, Herman? You have like zero personality. But your suit is awesome. Can we talk design details? Ja. Maybe later. Ik beter dan ik had verwacht. Het is bijna altijd de regel van 3. Je moet hem bijna altijd 3 keer uitschakelen. Good work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? I tried, but he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. Nice, dude. But you love me, right? Come on, man. I tolerate you. You dumb bitch. That might be the nicest thing you've ever said to me. Ze zou letterlijk mijn schoenen moeten kussen. Hoeveel ik al heb gedaan en ik ben er net een dag. I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Oh, it's MJ. MJ! Hey, level up. Hey, MJ. You're up late. Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. What a shocker. He was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. Hieronder? I'm actually on my way to the Feast Center now to ask Martin Li about it. Martin Li? Why? He has a degree in art history. Huh? If anyone knows about the origins of that mask, I'm done. Just keep me in the loop. Epic. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Sure. So I can call you like whenever? Yeah, whenever, whatever. Okay. So I guess we're talking. We're in. Cool. Hey, ik wil eventjes wat crimes fixen. Maar nou krijg je geen enkele melding. Kan nooit heel lang duren, zou je zeggen. Ja, er is geen enkele melding. Maar... I think I smoothed things over with the grant committee. If Lance Corporal Texador's fitting tomorrow goes well, we should be okay. That's fantastic, Doc. That's fantastic, Doc. Provisionally, as long as our little incident escaped the mayor's attention. You'll be at the fitting tomorrow? Definitely. It'll go great. We're gonna change the world, Doc. I'll settle for not starting any more fires. See you tomorrow, Peter. Here's to a successful day. Ja, ik ga wel gewoon hier verder dan. Prima. Want we zijn er dan toch. Het zou een beetje gek zijn om naar weg te gaan hier. Almost morning. Mr. Li will be here soon. I could use a snack. I could use a snack. Zou dat werken met die handschoenen? Touchscreen? Mr. Li is usually in his office now. Waar is zijn office? Daarboven ergens? Hallo! Zijn ze nog steeds aan het schaken? Dude, what the fuck? Hoe lang zijn ze aan het schaken? Ah, kan ik van de vier naar boven? Moet ik helemaal omlopen? Counseling. Ik denk niet dat ik ooit al die kamers heb gecheckt. Oh, hier ligt iets. Everyone feels hopeless at some point. Helps to know there's somebody willing to listen. Enough of scribbles. Alright. Addiction. Huh. Nou. We gaan eens even kijken of hij aanwezig is. Ik heb zo'n vermoeden van niet. En kan ik hier... Ik moet daar zijn. Kijk. Op zich ook wel... overduidelijk het mooiste kantoor van het hele gebouw. Peter. Hey there. I'm sorry to bother you, Mr. Li. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. She wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. Ooh. Interesting. Where'd she find it? I'm really not sure. Why? What is it? A replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. Demon? Demon! Well, my father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask, it could be connected to dangerous people. Mary Jane might want to find a different story. Do you think she's in trouble? I don't know. Why take the risk? Demons. That is vaak foute boel. Hey. The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Li. Never seen him like that. He even said you should drop the story. Fat chance. Do you think Mr. Li knows more than he's letting on? Yes. No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. See you soon. What a reactie. Oh, catchy name. That went about as well as I could have hoped. Nou, mogen wij weer verder met de crime stoppen? Ik ben benieuwd als wij de volgende keer terugkomen dat ze nog steeds aan het schaken zijn. Dan hebben ze ook niet veel meer te doen. What about my dog? What about my dog? I gave you my paperwork yesterday. I've been clean for like 2 months. Yeah, I'm sorry, I've looked. Prove it, boy. Alright. Ik moet niezen. Ik moet niezen. Nee, ik hoef niet te niezen. Ik moet niezen, maar ik kan niet niezen. Heel irritant. Mission complete. Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Perfect. Let's do a little Spidey workout in the city. Exact. Spidey workout. Was ook weer naar de combinatie. Zo. Yee! Ik vind het een beetje jammer dat je niet geen andere dingen kan doen qua stunts. De enige twee die ik heb is rollen. En dat is dat rare dit. Ik weet niet eens hoe ik dit moet noemen. Het ziet er een beetje vaag uit. En we hebben crime gevonden. Okay. Oh, there's an auto gecrashed. Serious car accident down there. Looks bad. Nee eens echt crime. Moet je doen? Oh, is dit moet... Oh, zeg dat dan gelijk, jongen! Drukje. Oeh, kijk hoe die eronder zit. Damn. Alles in orde? Oké. Okay. Loop door, Krang! Jezus. Oh, zijn er twee? Waar is die andere? Zit hij in die bus? There's someone inside that car. They're pinned by debris. Ben ik dom? Oh, hier. Oh. Oh, wowie. Hold on. Hold on. Oh, nee. Sorry. Sorry, meneer. Aan iemand onthoofd. Oh, God. Victims are out of danger. Okay, nah. Let the EMT's do their job now. Thanks, big guy. Graham Duncan. Dat was... een beetje raar. I mean, dat kan de brandweer toch gewoon doen. Daar hoef ik niet voor te komen. We gaan met slingeren. Hello? Peter, it's Dr. Octavius. Oh hey, what's up? Lance Corporal Texador is here for a fitting. I totally forgot. I mean, I didn't forget. I just, I'll be there soon. This tardiness is starting to be. Okay, weet je wat? I don't care. Ik ga er gewoon op. Hartstikke idee. Oh! Ow. How did I lose track of time? Kijk, ik kon dit allemaal wel stealthy doen, maar uiteindelijk is dit waarschijnlijk een stuk effectief. Effectiever. Ik moet waarschijnlijk ook meer van die aerial attacks doen. Daar kunnen ze mij niet zoveel maken. Mits ze... Auw. Mits ze wapens hebben. Woehoe. De muur. Ik vreet weer dit trouwens. Ik moet het echt meer gebruiken. Dat wiel. Oké, we hebben weer een crime token. Is dat voldoende voor beide upgrades? Ik denk het niet. Ik denk dat ik moet kiezen. Even kijken. Dat was bij Suit. En dan hier. En dan eentje was voor Experience. Deze. Die kunnen we doen. En die andere, dat was... Ja, dan moet ik weer 2 crime tokens fixen. Kijk, die bullet damage is meestal het grootste probleem. Je wordt gewoon van een afstandje gewoon gelazerd. Dus dan moeten we nog 2 van die crime dingen even doen. Nou ja, die kunnen dus heel snel, zoals je gemerkt hebt. Ondertussen gaan we even richting onze volgende bestemming. Ik vermoed dat we nog wel wat tegenkomen in de tussentijd. Wilde gok. Ik vraag me echt af of er andere trucjes zijn, want dit is een beetje raar. Oh! Wat is aan de hand? Er is weer iets. Ik weet niet waar. Oh, daar. Stolen vehicle. Oh, die zijn easy. Dat is gewoon achter een auto aan vliegen. 3 man eruit trekken en klaar is Kees. Hoop ik. I don't know. Ah, dan vergeet ik altijd op. Goddammit. Dit rijdt hij tot rondjes? Kom maar. Oké. Okay. Oh, ik zit er zo kort achter. Waarom kan ik niet springen? Nou wel. Uit de auto. Nou, jij er even uit de auto. Weer rechts. Kom maar. En dan de laatste. Ah. Jezus. Are you kidding me, dude? Fuck off. Amateur. This fight's going viral. Wait, huh? Oh shit! Ah! Dude, ik kan niet in de gaten. Godsamme! Denk, wat is er nog gaande? Ik heb het al gedaan. Is ik dat het nog een auto was? Sta maar rond te kijken, ik zag het niet. Hey! Stop the car without taking damage. Ja, dat lijkt nog lastiger te zijn dan ik had gehoopt. Wie houden zij onder schot? Het zijn gewoon allemaal burgers. Oké. Oké, we gaan weer verder. Hé. Ik heb crime. Halleluja. Je bent al zo lang aan het zoeken. Kan ik op die paal? Yeah. Oké, wat is hier het beste? Dat is niet helemaal wat ik wilde doen. Oh jawel, ja. Er zijn er al twee kijkers aan. Oh! Op zich is dat waarschijnlijk het beste om gelijk te beginnen met die webshooter. Dat ik gelijk twee ook kan uitschakelen. Oh, dat is een big boy. Oh, no. Ah, oh, die had ik op die big boy moeten gebruiken. Die, Oh, shit. Dude, ik kan hem gewoon niet... Dat ding is veel te groot. Die guy is echt een tank. Kijk hem. Heb ik iets om te gooien? Die vangen. Oh, dat is de verkeerde persoon. Oh, we hebben die superpower. Werkt dat op hem? Oh. Ja, dat ik wederom op die big boy moet gebruiken. Maar ik denk dat die elk moment wel... dood is? Maybe not. Maar ik kan het niet op hem gebruiken. Alleen op die ander. Kijk maar. Oeh! Oké. It's you and me now, buddy. Kan ik hem trouwens heaten? No! Fuck, nog een keer. Nee, dat kan niet. Dan doen we gewoon het ouderwetse slaan. Hatsé, mazzel. Bij het oud vuil. Drugs are maybe my most disliked criminal activity. Wait, ik krijg daar twee tokens voor? Or bottom five, however that works. Of betekent dat ik er twee heb? Volgens mij dat ik er twee voor kreeg. Even kijken. Ik had er volgens mij nou twee. Dus als ik er nou drie heb... Ik heb er vier! Oh. Oké. Nou, doen we in ieder geval dit. Dat is wel een goeie. En... ja... ja, dat is wel netjes. Hier hebben we nog een andere outfit. Een blauwe nou. Increases timing window for perfect dodges. En je bent toch continu aan het dodgen. En dan doe je ook gelijk die webshot counter. Oh, gunstig zijn. Ja. Ik ga eens even kijken wat we daar moeten doen. Ik weet niet precies wat dat was. Want ik ben de hele tijd aan het rondslingeren op zoek naar crime. Dus wat, oh wat. Oh, dit is het lab. Right? Ja. We zijn bij Otto. Otto! Is hij thuis? Waarschijnlijk wel. Dan heb ik mijn werkkleding weer aan. Mijn andere werkkleding. Alright. Waarschijnlijk is hij nou verder met zijn pakkie. Denk ik. How does it work? Oh, daar heb je die... Just like a natural arm. You think of what you want it to do, and... Was de soldier of iets, was het? I don't know. We hadden zijn bestand gelezen. Volgens mij had hij zijn arm verloren in de oorlog of iets. In de oorlog kunnen we die ramen. Hey, what do you think you're doing? This site's been declared a safety hazard. What? Stop that right now! This is highly sensitive equipment. Dude! That's it. I'm calling the mayor's office directly. Peter Parker, how the hell are you? Speak of the devil. Mr. Osborn. Oh, please. How long have we known each other? It's Mr. Mayor. It's Norman. Norman, what do you think you're doing? Mr. Mayor! The grant agreement you signed has strict safety provisions. This isn't your first violation. Oof. Those were excused. By me. We should have confiscated this equipment long ago. But I've had a breakthrough. Thank you for your great service to our country. These folks will escort you to Oscorp Robotics, where you'll receive the latest in prosthetics. No charge. This isn't about safety infractions, is it? I'm trying to help you, Otto. You're free to continue your work in a secure environment. At Oscorp. You always were the smartest guy in the room. You haven't changed. Hij voelt concurrentie. Hij denkt, ah, shit. Neither of you. Hey, Peter. Harry will be coming back from Europe early next year. Maybe the two of you can start that business you always talked about. Oh, what's your business? This is opportunity knocking. Knock, knock. Oké, ik ben benieuwd wat die business is. Dit is al een beetje messed up. Easy, I was so close. Easy. They didn't take everything. Maybe we could start over. Peter. There's no we. Without the grant from the city, I can no longer pay you. I need some time to think. Aww. If I were you, I'd look for a new job. We kunnen pizza's bezorgen. Wij zijn wel snel. We kunnen een hoop pizza's in een hele korte tijd afleveren. Is wel sad. Dude, hij was bijna klaar met zijn uitvinding. En dan... Nah. Do something to help Doc. Maybe call Harry. Go to the research station. To talk to his dad. Ooh. Hey, 10% extra melee damage. Listens to Harry. Nice. Tried to kill funding for his research stations. Hey, one of those stations is nearby. Should see how they're doing while Harry's in Europe. Dit herinner ik nog, ja. Ik weet niet precies... Must be some way to help Doc. Waar dit goed voor was? Ik kan me deze dingen nog herinneren, ja. Ik weet niet meer precies wat we daarin moesten doen. Is dat niet hetzelfde wat we net deden? Met die... Je zal het wel zien, je zal het wel zien. Openen die op. Die puzzels zijn dat. Want die zijn nou dus weg bij de laboratorium, dus dan kunnen we het hier doen. Harry! I launched them, but now that I'm away, Oscorp's gonna shut them down unless they prove their value. I was hoping you could watch them. I left details in each one. Thanks, man. As long as they're here, it's like a part of my mom is too. Waarom heb je ook... pay the bills, but waarom zijn er zoveel verschillende plekken? Do what I can to help. Waarom is er niet gewoon één laboratorium in plaats van letterlijk tel hoeveel dit er zijn? Like what? Ah, als het goed is gaan we hier dus. Wait, dit is anders. Ik dacht dat het dezelfde puzzels waren als net. Is het niet? What's the word? Contaminants before they reach toxic levels. Between you and me, I think Oscorp wants this to fail because it might show they're polluting. The amount of polycyclic hydrocarbons in the air is way too high and rising. If it keeps getting worse, people could die. Dit is waarom ik een hekel heb aan een stad. Particles are concentrating in trouble spots. Stinksteden. Like mini clouds of smog. I'll swing through them and get. Maar we moeten eens kijken waar dat nou vandaan komt. Wat de source is. En het is hier even beneden. Maar waar? Het zal niet zo laag zijn. Waar komt die smog vandaan? Ik vind hem hoog. Jee! Ah, nee. Je zou het hier moeten kunnen zien. We staan letterlijk op die marker. Ben ik dom? Oh, ik neem hem op de tafel mee. Sorry. Ja, ik sta letterlijk op die plek. Ik zie het niet. We kunnen even naar die andere gaan. Misschien dat we dan weten waar we naar op zoek zijn. Er zijn meerdere plekken. Wait, what? Oh, ik moet er doorheen. Oh, dat is het. 8 samples. Dit is in ieder geval niet zo lastig. Als je in ieder geval weet wat je moet doen. Scheelt er nou. Dan weet je nog steeds niet waar het vandaan komt. Want er is hier gewoon een... Ja, een stinkwolk. Het is goed voor mijn gezondheid. Gewoon bewust door al die stank heen slingeren. Heel verstandig. Er moet sowieso een betere manier zijn dan dit. Alright, nog 2. En dan... Het zijn er 3, maar we moeten er nog 2. En de laatste. Moet ik nou weer terug? De toxins komen van 2 types of cars. En een faulty smokestack. I better get photos. Wait, foto? You kidding me? Ik heb nog foto's gemaakt ook. Maat. Ik doe zoveel dingen en ik word gewoon nergens voor betaald. Ongelooflijk. Zijn dus ook op zoek naar een auto die rondrijdt. Like, dude, come on. Oh. Pile! Great light on that one. Oké. Okay. En die andere, dat was dat ook weer? Faulty, nog wat eens. Wait, dat is ook een auto. Ik dacht dat er twee verschillende dingen waren. Het zijn gewoon twee auto's. Kan ik dat mid-air? Ah! Ah, jammer. Voor een actiefoto vanuit de lucht. Oké, okay, zijn we klaar? Moeten we weer terug? Wow. Ik vraag me af wat we hiervoor krijgen. Waarschijnlijk gewoon experience. Oh, hier is het andere ding. Ja, 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 ik had wel gelijk. Hier gaan we ook letterlijk in staan. Nam, 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 nam. Kan ik zo'n foto maken? Best smokestack picture I ever took. The Department of Environmental Protection will take it from here. Prachtfoto. Spider costume for Earth Day. Snapping up smog. Well, research just tokens. The public health crisis. Er waarschijnlijk nieuwe gadgets van craften. Right? Oh. Spider-Man. Shocker has Shocker at the bank. A bank on East 31st. What happened? Oh. I thought he was behind bars. Yes. He was. But one of the guards just walked up to his cell and released him, then gave him his suit back. I knew Shocker was working for someone. Okay, dude. What did you get out of the guard? Wish I could ask him, but he's dead. Yeah. Whoever made him release Shocker didn't want any loose ends. Damn. Ik kan nog een ongelijk geven. Security footage. The guard was in some kind of trance. Ooh. And it might have been the lighting, but it looked like his eyes were glowing. Well, that's creepy. Okay, I'll see what I can get out of Shocker. Ik kan even de ding activeren. Maar zijn ogen gaven licht. Het is interessant. There we go. Hell's Kitchen. Maar hij was toch goed? Ah. Krijgen we meer te zien. Ik ga nog heel even snel dan deze missie doen. En dan sluiten we de episode weer af. Ik vind het wel raar dat hij zo makkelijk kon ontsnappen. Het is een rare bedoeling dit. Hij was bij de bank, hè? Een bankoverval. Nou. Ga ik nou even wachten? Ik ben in gesprek. Dude, dit is niet het moment, MJ. Als ik er naar beneden ga, dan hangt hij op. Oh, Pete. I'm sorry. If Harry were here, he could talk some sense into his dad. You'll find another source. Your work's too important. Thanks, MJ. Talk to you soon. Hang naar beneden, juist. Dankjewel, MJ. Jesus. Dat is niet het moment. Alright, we zijn gearriveerd. Even wachten, jongens. Ik ben in gesprek. We hebben hem. Herman. Long time no see. Hi. Hey, I'm no lawyer, but I'm pretty sure that's a parole violation. Als ik nou gewoon die kluisdeur dicht doe. Is dat niet geniaal? Oops, oh. Guess we're stuck in here for a while. Want to play 20 questions? Dat is letterlijk wat ik zei. How about we thumb rest? Oh. Face punch it is. Ah. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat is geen zin. Wow. Your gauntlets are all digital now, aren't they? Haven't you? Hij heeft een upgrade gekregen. You wanna fight? Let's fight. Let's fight. Oeh. Man, can't wait to put you back behind bars so we can talk science. Ja, dit zou geen hele makkelijke fight worden, heb ik het idee. Oh. Oké, okay, ik kan niet gooien. Wacht. Ah nee, ik kan niet gooien. Het is te lang. Dude. 3, 2, 1. Wow. Now I can do some real damage. Ik denk dat we snel weer weg moeten. Oh! Dude, ik... Ah! Als je buiten adem... Kan ik dat ding op hem gooien. Ik heb het idee dat deze... Deze fight een stuk makkelijker gaat zijn dan die eerste die we hadden. En dan bedoel ik niet die eerste met hem. Want die was ook niet zo moeilijk. Als hij daar stelde niks voor. Oh shit! Oh, je kan gewoon healen. Ah! Gooi weer dit ding. This one he almost? Oh! You know, he don't use banks anymore. You're lucky you found actual cash. Ik geloof niet dat dit alles is. Really want to rob banks? Oh, dit was een hele makkelijke fight. Ah, het was ook te makkelijk. Het was te makkelijk. Of course. Oh, come on, Herman. Come on, man. You tell me who you're working for. Die beam van hem is al insane. If I talk, I'm dead. They made that very clear. Ik weet niet of het heel veel zin heeft om... Oh! Dude, ik sprong! Dit maat! Ik ben heel aan het springen en aan het dodgen, maar het werkt niet. Oké. Okay. Mag ik dit ingooien? Oh! Waarschijnlijk moet ik dit wederom weer 3 keer doen. Ik weet niet of ik kan redden met die health die ik heb. Ha! Ah! Dude, ik dodge! Wait, did you say Matt? Oké. Hoop dat ik het nog net kan fixen snel. Als je me nou raakt, dan is het voorbij. Oh! Ah! Dan moet hij springen. Please, spring, spring. Huh? Hij moet die charge attack doen. Juist. Hij is nog niet van... Oh. Oké, dit is hem. Kijk, kijk, kijk. Dit is hem. Is dit hem? Oh, ik zie wat er gaat gebeuren. Dat ding daar boven hem. You son of a... Nee! Oh mijn god. Ik weet niet of ik genoeg tijd heb. Dude, ik heb hier geen tijd voor. Hoe wil ik dit doen? Oh, nou. Nou kan ik het doen. Okay, I was kidding before. Now is your last chance. Seriously. Ik moet er nog één. Oh, ik kan hem doen. Ik kan hem doen. Ik kan hem. Snel. Nou. Dat is de laatste. Sorry, Herman. Nice. You brought this on yourself. Literally. Oeh, ik heb 1 HP over, dude. 1 HP. Wat op een nippertje. Dan mag ik hopen dat hij niet nog een keer ontsnapt. Dat zou een beetje gênant zijn. Man, he was scared and desperate. Er zijn ook nooit bedankjes, hè. Ongelooflijk. Niemand die even naar me toe loopt van, hey, goed bezig, man. Bedankt, hè. Okay, Yuri. Shocker's all yours now. Good work. We have a special cell waiting for him at the raft. We'll make sure he stays behind bars this time. Kijk, van boven, hè? Also, I'm pretty sure he was working for the Demon Gang. Hij moet hier een backpack zijn. Sounds like a Daily Bugle headline. Hey, the Bugle is a perfectly fine news organization. Not sure I'd call it news. Well, I've heard they have some really good reporters. Anyway, have you had any more reports on demon guys with masks? I moet hier zijn. By the way, how much of a mess did you make inside that bank? You probably don't want to know. Shouldn't have asked. Ik heb lelijk die guy opgepakt. Zonder mij was dat niet gelukt. To catch up on what I've been missing out in the city. Hey, boys, ik ga de video beëindigen. Was een mooi plekje om te stoppen. Ergens mooi. Nee, ik kan daar op die toren staan, dat is te ver. Ik ga daar... Kijk, dat is een mooi plekje. Ik ga hier de video beëindigen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van Spider-Man. En voor het leuk, laat sowieso een likeje achter. Abonneer even meer, klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie snel weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.